zit zelf ook op volleybal, dus ik had hier echt naar gehoopt dat we dit ooit zouden doen. Volleybal International Meerte Schoot uit Winterswijk was woensdagochtend de eregast bij basisschool De Pannenvogel in Steenderen. Een groep van ongeveer 100 enthousiaste leerlingen kreeg les van de libero van het Nederlands team om de kinderen enthousiast te maken over het aankomende wereldkampioenschap in eigen land. Het is superleuk om iets terug te kunnen doen. Ik weet nog dat ik 15, 16 was en dat ik volleybaltraining kreeg van Sanne Keizer. En dat maakt gewoon super veel indruk als er iemand is die het heel goed kan en die laat zien hoe het moet. En ik hoop dat ik ook die kids een beetje heb kunnen inspireren. Dus ik vond het superleuk. En hoe bevalt het? Tenminste, wat hebben jullie eigenlijk allemaal moeten doen? We hebben bovenhand gespeeld, we hebben onderhand gespeeld. En ik denk dat we ook nog gaan oefenen met smashen en opslaan. Dat hoop ik wel. Ja, want hoe bijzonder is het ook om dan een Nederlands international te zien? Ja, wel cool. Dus ja, ik vind het wel vet ook. En we proberen in Back to School een beetje een gevoel te creëren van dat het gaat leven. En dat het onder de kinderen gaat leven, dat het onder de mensen gaat leven. Voor het WK hoop ik dat ze straks natuurlijk allemaal ontzettend enthousiast in de hal zitten. En daarna natuurlijk allemaal zelf lekker gaan volleyballen en lekker gaan bewegen. Dat zou natuurlijk super mooi zijn. Wat vind je er eigenlijk van dat het WK volleybal in Nederland wordt gehouden? Wel leuk, ik ga het sowieso op tv kijken. Dus dat ga ik zeker doen. En voor jou persoonlijk, Olympische Spelen mislopen was denk ik voor iedereen een flinke dreun. Ja, wat betekent dit toernooi dan voor jou? Ja, dit is wel iets heel bijzonders. Het voelt een beetje als in je achtertuin. En nu kom ik natuurlijk niet uit Arnhem, maar het is natuurlijk een uurtje vanuit Winterswijk. Ik ben opgegroeid in Winterswijk, dat is natuurlijk heel leuk. En denk je ook dat Nederland kans maakt? Ik denk het wel. Waarom? Zoals vandaag, ik zie ze is best wel goed. Guus zegt, jullie gaan wel een medaille pakken. Wat is jouw boodschap aan Guus? Ik hoop het. Ik hoop dat we zijn en onze dromen mogen waarmaken. Dat zou wel heel mooi zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel goede landen op de wereld. En China, Brazilië, Amerika zijn natuurlijk hele sterke landen. Maar het zou wel echt fantastisch zijn natuurlijk om in eigen land op een WK een medaille te winnen.